het programma verder verlopen zoals jullie gewend zijn bij de overige twee ministers. Dank u wel. Ik laat nu het woord over aan de minister van OW, meneer Riyad Noor Mohammed. Dank u wel. Twee kleine updates en dan een belangrijke issue, dat is wateroverlast. Even twee kleine updates. Zoals jullie hebben gemerkt, is het heien van palen voor de bouw van de brug van de Saramakka doorsteek in volle gang. We hopen nog altijd dat de brug eerder dan december opgeleverd kan worden, want u kent de situatie daar. Het project zit on schedule, loopt vlot. Ook het baggeren van de Saramakka-kanaal in het kader van onder andere wateroverlastproblematiek loopt vlot. De eerste fase zal ook binnenkort opgeleverd zijn. En je weet, dit zijn twee projecten die gefinancierd worden door de IDB, de Wereldbank, wat tijd vraagt. En een derde issue is wat we gisteren hebben meegemaakt, is extreme wateroverlast. U weet, is al een aantal maanden dat wij, zeker op verzoek van de media, maar ook andere mensen, nu regelmatig gedetailleerde, up-to-date cijfers en informatie publiceren door de Meteorologische Dienst, dankzij de investeringen van de internationale projectsamenwerkingen hebben we die investeringen kunnen plegen en kunnen dit soort rapportages voor zeker 10 stakeholders op maat produceren. De luchtvaartdienst, de scheepvaart, de media, voor de samenleving, allemaal zijn aparte sheets. In elk geval, wat we gisteren hebben meegemaakt, is inderdaad heel hoog. Er zijn ongeveer 2 of 3 gebieden waar we enorme neerslag hebben gehad van meer dan 100 mm per dag. Ons afwateringssysteem is daar niet op berekend. Het betekent ook niet dat je nu je afwateringssysteem daar moet gaan berekenen, want als je maar 1 keer in het jaar of 2 keer in het jaar zo'n regenbui krijgt, dan zal je een keuze moeten maken. Wat voor investering gaan we doen? In elk geval is het zo dat de neerslag voorspeld was, maar hoe lang het duurt heb je meestal niet in handen. Dat ligt in handen van de natuur. Op dit moment wordt, na 12 uur, 2 uur, is men verder gaan met het spuien van water. Dus heel wat water moet nu weggetrokken zijn uit gebieden. We gaan doorgaan met het monitoren en alert maken van de samenleving als het gaat om wateroverlast. En het laatste wat ik kan meedelen, dat is vooral in Paramaribo en Wanica, vooral Paramaribo Noord, hebben de meeste last ondervonden. De andere districten, daar zit de controle heel goed van afvoer van water. We hebben ook het NCCR vanochtend gecontact om ons samen met het ministerie van OW, LVV, ROS te helpen als deze calamiteit zo door zou gaan. Dat is kort inleiding en een beetje de 3 zaken die ik wilde mededelen aan jullie. Alsjeblieft. Dank u wel, minister. En zoals afgesproken zullen we direct een vragenronde inlassen. Maar voordat wij verder gaan met de vragenronde, willen wij u beleefd vragen dat uw naam doorgeeft en mediahuis kenbaar maakt voor het stellen van uw vraag. Dank u wel. René Gampers, Staarnieuws. Minister, zouden we niet beter voorbereid zijn op deze onverwachte regens als die trends op tijd waren opgehaald? Want ik ben net naar hier gereden en heel veel plekken zijn onder water, maar die trends zitten vol gras en zo. Vooral op Noord, daar heb je trends vol gras, bermen begroeid. Dus de vraag is, zouden we niet beter voorbereid zijn als er gewoon op tijd werd, de trends werden opgehaald en schoongemaakt? Of is er geen geld? Minister. De vraag van Star News. Inderdaad, we hebben nu een systeem waarbij we elk jaar proberen kanalen te onderhouden. Dat systeem heeft bewezen dat het water heel goed afvoert in snelle tijd. En terecht, onderhoud van de kanalen is nog niet optimaal. En de reden is onvoldoende middelen.
Wat we nu doen is in eigen beheer, zover als mogelijk brandjes blussen, ga ik zeggen. Het is niet zoals het moet. En we moeten de middelen krijgen van het ministerie van Financiën, anders kunnen we niet optimaal onderhouden. U weet, het kanalenstelsel primair is heel intensief, heel groot en is een kostbare zaak. Desondanks hebben we toch wat duurzame zaken gedaan, zoals de kriekjes in de binnenstad. Die worden nu regelmatig onderhouden. En een aantal van de primaire kanalen, daar hebben we ook regelmatig onderhoud. Maar een groot deel kunnen we nog steeds niet doen met de begroting die we hebben. Want we hebben wel begroting, maar dat betekent niet dat je de middelen krijgt. Toch, dus dat is de situatie. En het laatste ding is, deze extreme regenval, net wat ik zei, daar is ons hele rioleringssysteem op woonbuurtniveau niet opgewassen. Dus je zal altijd hebben dat water zich op verzamelt, maar dan wel snel gaat moeten wegtrekken. En daarom door de investering in de grootschalige projecten van sluizen en gemalen. En die investeringen lopen goed, is on schedule, maar die vruchten zullen we pas in december zien. Wanneer alles geïnstalleerd is, zullen we zien dat het water inderdaad sneller zal wegtrekken. Ik heb daarmee niet gezegd dat we geen onderhoud moeten doen. Onderhoud van primaire, secundaire, tertiaire grote kanalen moet wel gebeuren één keer per jaar minimaal. Goedenavond, Sifra Goudland, ATV. Minister, u had het over baggeren van het Saramaka kanaal. Als we denken aan baggeren, is het alleen het dieper maken van het kanaal? Want men geeft aan, vanaf die kanaal is lang en allerlei grang grang, om het zo te zeggen, zodat je het snapt. Zal dat ook direct worden meegenomen in het schoonmaken van of in het baggeren van het kanaal? En tweede vraag is, een tijdje terug was u begonnen met mensen met lege percelen, lege woningen aan te pakken, dat familieleden of wie dan ook. Als we ook kijken met dit systeem, want hun goten of hun, eigenlijk goten, die gaan ook dicht door zand en dat soort dingen. Wordt dat ook meegenomen in het geval van terreinen en oude gebouwen schoonhouden? Dankjewel. Ja, de vraag van ATV. Het baggeren van het Saramaka-kanaal, dat was het origineel project. Je weet, toen we aantraden als regering, hebben we het project weer laten reviewen. En een van de conclusies was, na review van door deskundigen van Surinaamse kant en van de Wereldbank zelf, dat we het kanaal niet meer gaan baggeren, omdat er genoeg berging is. Dus wat nu gebeurt, is dat de vegetatie, conform internationale regels, environmental regels, wordt verwijderd. En er is heel wat blubber, die inderdaad tientallen jaren niet verwijderd is. Dat wordt verzameld, heeft een enorme stank. En dat zal afgevoerd moeten worden. En je ziet dat voor vegetatie alleen wat toegestaan is verwijderen. Dus om een voorbeeld te geven, je zal zien dat niet alle bomen verwijderd worden. Het mag ook niet volgens de regels. Sommige planten moeten blijven staan, sommige mogen verwijderd worden. Dus dat levert een besparing op. De volgende fase is de aanbesteding van de waterbouwkundige werken. Dat zijn de sluisdeuren die niet goed functioneren, al jaren niet. We hebben ze wel gerehabiliteerd. En dat werkt goed, maar ze moeten compleet vernieuwd worden. Die tweede vraag was dat van leegstaande percelen. Dat is uiteindelijk gestart. We moesten wat wet- en regelgeving, instructies in orde maken. En dat hebben we gedaan. En we hebben laatst bij Molenpad start zijn gegeven. En dan gaan we kijken als onze instructies werkt volgens de wet en de regels. Kortom komt het erop neer dat wanneer eigenaren zich binnen 3 maanden, want er zijn regels, procedures, zich niet aanmelden na die openbare bekendmaking, dat wij overgaan tot het aanhuren van een aannemer via een openbare aanbesteding, die verwijdert de factuur, gaat naar de Belastingdienst en zo zal de factuur zich opstapelen als iemand komt. En op een gegeven moment zal de Belastingdienst besluiten wat ze doen. Eén kan zijn overgaan tot veilen van het terrein, of in beslag namen en wordt het hun eigendom en halen ze de kosten eruit. Dus dit systeem testen we nu uit. Als het goed werkt, gaan we in vogelvlucht door. Feit is wel dat het ministerie van WNA een A4-vel heeft, een instructiesheet voor mensen om dit soort percelen kenbaar te maken aan het ministerie van OE. We hebben ondertussen honderden registraties al. En dat is van percelen die, en gebouwen die acuut gevaar zijn. Ik denk over een paar weken beginnen we met het eerste gebouw neerhalen. Daar hebben we dus eentje van een verlaten grond met bos
en een voorbeeld van een gebouw. En dat derde issue was van de bermen. De grootste probleem wat we hebben gezien in woonbuurten van ontwatering is rioleringen helemaal verstopt, goten helemaal verzand. Conform de politiestrafwet moet iedereen zijn berm zelf onderhouden met houwer en een schop om de goot te graven. De riolering kan je zelf doen, daarvoor hoef je geen OW te bellen. Soms zijn er ook rioolputten, dan bellen ze de minister op. Ja, daarvoor ben ik niet. Daarvoor, dat moet men zelf doen. Als men dat doet, dan gaat u zien hoe het water stroomt. We hebben afgelopen jaren enorm veel van dit soort buurten geholpen. En we gaan door om hun rioleringsprobleem op te lossen. In sommige buurten hebben we de hele riolering van mensen opgehaald. En de kokers verwijderd. En het water stroomde. Dus dat is de verplichting volgens de politiestrafwet zelf. Dat mensen hun berm, goot en putten moeten onderhouden. Vroeger was het zo dat het ministerie van RO met zijn BO's inderdaad langskwam. En de boetes misschien gaf of je erop wees. Dat kunnen wij als OW eigenlijk niet doen, wij zijn uitvoeren. Maar dat is de oproep die ik doe. Als de burgers dit zijn tertiaire grote kanalen zelf onderhouden, dan kan de overheid zich inderdaad richten op die primaire en secundaire kanalen die heel groot zijn. Dat kan je niet van de burger vragen om dat te doen. Alsjeblieft. Dank u wel, minister. Volgende mediahuis, alsjeblieft. Fishmani Thomas van Suriname Herald. Daarop inhakend, minister. U praat over een systeem waarbij belastingen na opstapelingen eventueel kan overgaan tot veiling. Wat voor wettelijke basis bestaat er om dat te kunnen doen? Want je kan toch niet plotseling gewoon zo iemands perceel gaan veilen. Er moet toch een wettelijke basis zijn daarvoor. Als we praten over onder water gelopen gebieden. Ik kan me nog heugen, verschillende jaren terug, werd er duidelijk gemaakt dat bepaalde gebieden niet verkaveld mochten worden. Omdat die bestemd zijn om het overtollige water op te vangen. Is er beleid daarop daarop gericht om ervoor te zorgen dat bepaalde gebieden die moeten functioneren als opvang overtollig water niet meer worden uitgegeven. En dat eventueel uitgegeven percelen of gebieden, verkavelingsgebieden, weer terugkomen in de boezem van de staat. Ja, bedankt, Suriname Herald. De eerste vraag met betrekking tot de kwestie van inning. Omdat de Belastingdienst meer bevoegdheden heeft in haar wet en regelgeving, hebben we inderdaad die convenant getekend met de Belastingdienst. Zij zijn in staat, ze hebben vergaande bevoegdheden wat dat betreft. En dus daarom zeg ik, laten we dat uitproberen. We hebben alles goed gelezen en kijken als in de praktijk iedereen durft zijn job te doen. Dus ik vraag even geduld, laten we kijken dat het goed werkt. En als het goed werkt, dan gaan we in snelheid verder. Tweede vraag was gebieden die onder water lopen. Tuurlijk, er zijn gebieden die nooit verkaveld hadden mogen worden. Het noorden bijvoorbeeld. Wat ik gebruik is de rode lijn die een studie van een x-aantal jaar had aangetoond. Nou, die kaart heb ik gepubliceerd, zodat iedereen het weet. Zit ook op kantoor bij OW, groot geprint. Dus als nu een aanvraag komt, eerst wat we kijken, zit het binnen of buiten die rode lijn. Als het erin zit, is het veilig. Als het er buiten zit, hoef je niet iets verder te gaan. Dus we zijn streng geworden. Dit is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Openbare Werken. Het is ook een politieke verantwoordelijkheid, laat me het eerlijk zeggen, van de minister. Want het zijn vaak ministers die dit toelaten. Jammer, het is gebeurd in het verleden. En daarom zijn er ook huizen gebouwd in gebieden waar eigenlijk nooit huizen mochten komen. But we have to deal with it. Wat heeft het ministerie van OW gedaan? Terecht. Als je dat niet regelt, gaat het beleid zo door. We hebben dus het verkavelingsbeleid strenger gemaakt. En één van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat als je whatever plek een groot verkavelingsplan wil uitvoeren als ondernemer, moet de ontwatering buiten het gebied ook geregeld worden. Dat is de nieuwe voorwaarde. Dit was geen voorwaarde die bestond tot zeg maar 2020. Waardoor een project heel mooi is, maar de volgende dag onder water loopt. En dan laat men die hoofdpijn voor
zeg maar, het ministerie van OE. Dus dat is nu geregeld en verholpen. Maar de laatste studie van de Wereldbank heeft getoond dat heel veel gebieden in Paramaribo, vanwege de vlakheid, de ligging, heel veel dieptes, heel veel gebieden structureel wateroverlast zullen blijven hebben. Die kaart is, heb ik gepubliceerd, is publiek aanwezig bij OE voor iedereen. En we moeten kijken hoe we dat soort gebieden step by step gaan oplossen in de tijd. Dat zal jaren vragen, dat ga je niet in één keer kunnen oplossen. Ik geef een voorbeeld. Gebieden als Sofia's Lust, gebieden als waar verkavelingsprojecten in de tijd zijn uitgevoerd, die deze voorzieningen niet hebben, die zijn in de kom en die zullen onder water blijven. Dus daar zul je lokaal een oplossing voor moeten bedenken. Wind Hawaii, je weet die gebieden heb ik vaker genoemd, zustersproject, et cetera. Het is een probleem, het is een groot probleem. Maar daarom hebben wij gekozen als ministerie van Openbare Werken om eerst te beginnen de grootschalige ontwatering rond het hele gebied Paramaribo op te lossen. En dan de volgende stap is te gaan naar de gebieden om dan het probleem te doen. Omgekeerd heeft geen zin. Dus daar moet de samenleving duidelijk ingevoerd worden. Dus als we lokaal zouden beginnen, dan los je het probleem niet op. Toch? Dan blijf je in een vicieuze cirkel. Dus dat gaat tijd vragen voordat we inderdaad zover zijn dat iedereen verlost kan zijn van wateroverlast. Alsjeblieft. Dank u wel, minister. We zullen overgaan naar onze laatste mediahuis. Vanessa Emmanuels van Radio 10. In aansluiting op dat van wateroverlast. Er is heel wat beroering op social media over het onderwaterlopen van de straat voor het academisch ziekenhuis rondom. Vooral in gedachten houden dat pas is aangepakt door openbare werken. Er worden heel wat dingen gesuggereerd. Er wordt zelfs verwezen naar het feit dat u ooit heeft gezegd dat we gestraft zouden worden. Maar minister, wat kan er zijn, ik wil het woord misgegaan niet eens gebruiken, wat kan de oorzaak zijn geweest dat dit toch is gebeurd? Misschien dat u dat aan de gemeenschap kunt laten weten. Minister. Oh ja, vraag van Radio 10. AZP. Ja, het project van AZP is bijna afgerond, maar nog niet helemaal afgerond. Eerste is dat de riolering wel helemaal vernieuwd is en dat werkt heel goed. Om even los van gisteren, AZP loopt niet meer onder water tussen aanhalingstekens. Die waterstanden van 1 meter, 2 meter die we vroeger bij elke buik kenden, is er tussen aanhalingstekens niet meer. Maar het pompgemaal moet nog vernieuwd worden. En dan is het probleem nog niet helemaal opgelost, want dan heb je het water weer verpompt naar een ander gebied. En dat water verpompt het water naar de Drambrandersgracht. Dat is die hele gracht die loopt langs Gravenbergstraat tot naar de Suriname rivier, Saramakkastraat. En je weet dat we nu bezig zijn, die pompgemalen bij Drambrandersgracht die nooit daar functioneerden, waren drie grote pompen, waren met sluisdeuren, die zijn we bezig te vernieuwen. Voor het eerst komen na lange tijd nieuwe pompen daar, die zijn al besteld. De bouw- en civieltechnische werken zijn al klaar. We gaan nu de elektromechanische zaken in orde maken. We hopen voor december dat het pompgemaal helemaal operationeel kan zijn en dan gaan we zien hoe het water snel wegstroomt. Ik moet wel zeggen dat in het traject ervoor en erachter zijn er ook heel wat versmallingen soms gekomen. Dingen zijn misschien verstopt geraakt en dergelijke. Waar er versmallingen zijn, hebben we wel een probleem. Dat ga ik toegeven. Het water zal misschien niet zo snel wegtrekken als vroeger. Maar laten we kijken wat dit resultaat zal zijn als we heel wat van die pompgemalen en sluizen hebben hersteld. En als dat niet helpt, dan zullen we gedwongen zijn om die gesloten systemen, die ondertussen aangelegd zijn, helemaal weer open te breken tot open systemen. Toch? Dan zie je precies hoe het water wegvoert en dan kan je geen verstoppingen hebben, belemmeringen hebben voor waterafvoer. Ik hoop dat ik daarmee de vraag heb beantwoord. Dank u wel, minister. Ja,
Ik wil hierbij dan de minister van Openbare Werken dan bedanken voor zijn openbaarheid en communicatie dat hij aan jullie heeft mogen meedelen. Maar zoals eerder aangehaald zal hij u allen moeten excuses bieden, zijn excuses bieden, want hij moet wat eerder vertrekken. Dank u wel, minister. En we zullen dan nu ons programma vervolgen met minister van Volksgezondheid, de heer Omar Ramadien. Alsjeblieft, minister. Dank u wel. Ook goedenavond aan alle aanwezigen hier en ook degenen die dit volgen via de livestreams. Laat me beginnen met een aantal bekendmakingen, laten we zeggen updates, als het gaat over bijvoorbeeld vandaag in de regeringsvergadering. Een heel belangrijke presentatie hebben wij mogen ontvangen van het malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid, maar ook de malaria-eliminatie-taskforce, waarbij de regering omstandig is geïnformeerd over de huidige situatie met betrekking tot malaria. En voor degenen die dat nog niet weten, want we hebben recentelijk wel een persbericht uitgegeven, Suriname staat op het punt om het malaria-eliminatiecertificaat, althans het malaria-eliminatie-certificeringsproces bij de Wereldgezondheidsorganisatie aan te vragen. En dit komt allemaal natuurlijk niet van een leien dakje, maar zoals u weet is malaria al ruim 25 jaren een serieus gezondheidsprobleem in Suriname. Er zijn ook heel veel personen hieraan komen of te overlijden. Maar uiteraard is er een successtory die we heel binnenkort, dus na 25 jaar, met z'n allen goed kunnen afsluiten en uiteraard de planning ook moeten gaan maken hoe wij de dreiging van het weer opkomen van malaria met z'n allen kunnen voorkomen. Want het gaat niet alleen om het eliminatietraject en de certificering voor eliminatie van malaria. Dat betekent dat je 3 jaren lang geen transmissies, dus geen lokale besmettingen mag hebben in het land. Maar het gaat ook over een traject die daarna is van hoe voorkom je als land eigenlijk nieuwe besmettingen. Dus het is wel natuurlijk een hoogtepunt, mijlpaal voor de Surinaamse gezondheidszorg. Dat wij op het punt staan het malaria-eliminatie certificeringsproces aan te vangen. Maar het is uiteraard nog niet voorbij. We gaan dus aanstaande vrijdag en ik denk dat de media daarbij ook is uitgenodigd. Er is een grote kick-off meeting gepland aanstaande vrijdag, waarbij wij vanuit het ministerie met het malaria-programma en alle relevante stakeholders de samenleving willen wakker schudden, de samenleving willen informeren over de stand van zaken en hoe dat allemaal eruit gaat zien voor Suriname. Het is historisch en het zal natuurlijk, het is niet elke dag dat een land een malaria-vrij certificaat zal mogen ontvangen van de WHO. Maar het zal in elk geval wel de nodige regionale en internationale aandacht krijgen van ieder. Dus dit is een update wat ik u wil geven. Uiteraard zult u op vrijdag aanstaande veel meer en informatie krijgen van de ter zake deskundigen van het ministerie van Volksgezondheid. Een andere positieve ontwikkeling is uiteraard dat wij ook recentelijk hebben bekendgemaakt dat de vastgelopen situatie met betrekking tot het uitzenden van patiënten naar Colombia voor medische behandelingen. U weet, er is een regeling, dat heet de Armilov-regeling, waarbij patiënten die hier ter lande niet behandeld kunnen worden of uitgezonden moeten worden vanwege andere redenen, dat deze regeling onder zware druk was komen te staan vanwege het feit dat de opgelopen schulden, dus als betaling voor de ziekenhuizen, ons steeds bleven achtervolgen. En ik kan u meedelen dat wij de afgelopen periode hard en intensief hebben gewerkt, samen met het SZF en het ministerie van Financiën. En we hebben de delegatie van Colombia ontvangen in Suriname, van het ziekenhuis van Bucaramanga, waarbij in ieder geval overeengekomen is dat er een betalingsregeling getroffen wordt en dat daarmee de uitzending van onze patiënten weer een feit was. Inmiddels kan ik u meedelen, vandaag nog de update gehad vanuit Colombia, dat zeker 6 patiënten
die op de wachtlijst stonden, wederom en heel binnenkort naar Columbia mogen afreizen voor behandeling. Dat is dus één andere ontwikkeling. Ook een andere regeling die we in een paar maanden terug hadden getroffen. Dat was met Farm Impacts, is een groot bedrijf die verantwoordelijk is geweest voor de afgelopen bijkans 18 jaar voor levering van laboratoriumreagentia naar Suriname. Hebben wij ook een betalingsregeling moeten treffen. De schuld was opgelopen tot bijkans 4,5 miljoen Amerikaanse dollar. En ook daar loopt de betaling conform de afspraken goed en zijn de leveringen van laboratoriumreagentia in ieder geval gegarandeerd voor de komende periode. Maar we blijven dus investeren in praten, in onderhandeling met de ziekenhuizen, in onderhandeling met het bedrijf. Het bedrijf was afgelopen week wederom hier om te bevestigen dat de betalingsafspraken inderdaad ook conform lopen. En dan wil ik u een korte update geven over een aantal projecten die lopen bij het ministerie van Volksgezondheid in termen van investeringen in de gezondheidszorg die wij hebben gepleegd en aan het plegen zijn. Zoals u weet, vorige maand zijn een aantal projecten goedgekeurd. We hebben ook die mededeling hier in de persconferentie gedaan. Ik kan u mededelen dat een aantal van die projecten nu in de fase zijn van betalen, van financieren, betalen van de leveranciers. Een aantal bestellingen zijn ook al geplaatst. Zo kunnen we refereren naar bijvoorbeeld de cardiologieapparatuur. Heb ik de informatie dat ruim 80% van het project met de bestaande apparatuur reeds betaald is. En een heleboel apparaten dus ook onderweg zijn. Dat geldt ook voor urologieapparatuur voor het AZP. Bij MMC hebben wij in de komende 2 weken de levering van een aantal apparaten zoals een sterilisator, monitoren, lab-equipment en andere. Ook bij het BGVS het project, welke goedgekeurd was op basis van een businessplan van het BGVS om de jaarlijkse medicijnvoorraad op te vijzelen, die loopt op dit moment met bestellingen. Maar zo zijn er dus nog tal van projecten. Heel binnenkort hier voor de kick-off voor de renovatie van de SEH, de upgrade van de SEH van het AZP. De contracten zijn reeds getekend en we wachten dus nu op het voorbereiden van de start van de renovatie van de SEH, welke 8 maanden zal duren. De eerste fase, ook de patiëntenliftenhal bij het AZP, die is afrondend en zal heel binnenkort worden opgeleverd. Maar zo zijn we ook afgelopen vrijdag van de minister van Financiën vernomen dat een aantal projecten wederom goedgekeurd zijn die te maken hebben met de gezondheidszorg. En die hebben te maken met financiering uit de verdragsmiddelen. Dat heeft de minister van Financiën ook bekendgemaakt. Hij is er misschien niet in extenso op ingegaan. Maar dat wil ik u vandaag ook even kort mededelen. Dat in ieder geval de besteding uit de verdragsmiddelen gaan naar aanzienlijke investeringen in de zorg. En dan praten wij zeker bij investeringen bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Want de keus is gevallen voor een aantal afdelingen bij het Academisch Ziekenhuis. Omdat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo bekend staat als het hart van de zorg in Suriname. En daar hebben we ook een aantal unieke afdelingen voor het land. Zo is bijvoorbeeld de enige niersteenafdeling in het AZP. Dus wie dan ook in Suriname ergens een niersteenbehandeling moet krijgen of ondergaan, zal dat in het AZP moeten ondergaan. Dus het is ook logisch en wijs dat wij de niersteenvergrootser van het AZP na 15 jaar moesten vervangen. Ook bij het Medisch Microbiologisch Laboratorium, het PA-laboratorium, dat is het Pathologisch Anatomisch Laboratorium, daar worden een heleboel apparaten vervangen. De angiokamer, dat is de dotterkamer voor hartinterventies. Die is op dit moment, het apparaat is in volle gang in de bestelling. En ook bij het Slans Hospitaal hebben we in de verloskamer een aantal investeringen goedgekeurd. Een ander belangrijk project voor Suriname is de nieuwbouw van het ministerie van Volksgezondheid. Aan de Rode Kruislaan, het is een project waarbij een aantal componenten, pakweg 9 gebouwen worden neergezet. Het heeft te maken met de nieuwbouw van het ministerie van Volksgezondheid op de locatie waar het BOG is afgebrand. We zijn on track, on schedule. Er is op 4 juli een werkbezoek van de IDB om te kijken hoe de vorderingen gaan. Maar ik kan u nu al zeggen dat de geleverde of de afgesproken opleverdatum gehaald zal worden als alles zo doorgaat. En dat is ongeveer rond eind
dit jaar, begin komend jaar. Maar een aantal andere gebouwen die daar ook nu in bouw zijn, zijn bijvoorbeeld de moderne vaccinopslag van het BOG. Binnenkort start ook de bouw van een technische afdeling, maar ook de bouw van het BOG. Dus daar heb je die twee barakken, u kent de twee gebouwen van het BOG, die zijn 90 jaar oud. En die worden dus, zodra het aantal van die andere gebouwen opgeleverd worden, zal het personeel dus ook verhuizen en zullen die twee bekende gebouwen van het BOG worden neergehaald. En dan starten we met de bouw van het BOG. Dat is een belangrijke ontwikkeling, ook voor het beleid van volksgezondheid uiteraard. Uiteraard zijn er nog een aantal projecten, de intensive care bij het AZP, de patiëntenliftenhal, zei ik net al. We hebben gisteren gehad de viering van 60 jaar Poli Bronsweg van de medische zending, waar ik in elk geval ook de nodige aandacht heb gegeven aan de medische zending. Ook een aantal projecten bij de medische zending in uitvoering, zoals bijvoorbeeld ambulances die onderweg zijn. We hebben bijvoorbeeld bloeddrukmeters projecten, het bloeddrukmeterproject bij diverse instellingen. U weet dat, het is gepubliceerd. We hebben ongeveer 1000 bloeddrukmeters gedistribueerd onder de gezondheidsinstellingen. Daarvoor ook bejaardentehuizen, maar ook sociale instellingen zijn in aanmerking gekomen. In ieder geval, de aanpak van hoge bloeddruk en suikerziekte staat hoog op de agenda van het ministerie van Volksgezondheid in het kader van preventie, maar ook een strakke monitoring van chronische ziekten in de eerste lijn, vanwege de hoge kosten die we zien in de tweede lijn. Een andere belangrijke ontwikkeling, en dat heeft meer te maken met de structuur van de zorg, is op het tarievenvlak. Er is heel veel discussie over tarieven in de zorg, die zouden achterhaald zijn. En inderdaad zijn wij constant aan het praten met de ziekenhuisraad, met het SZF en andere relevante dienstverleners. En ik kan u nu zeggen dat de kwestie laboratorium en radiologietarieven voor de ziekenhuizen hoog op de agenda staan. Eigenlijk in overleg zijn met het ministerie van Financiën voor goedkeuring. Uiteraard moeten wij de meerkosten die daaruit zullen voortvloeien ook kunnen betalen. Ik denk dat ik in ieder geval met deze update de stand van zaken heb weergegeven voor wat betreft volksgezondheid. Maar uiteraard als er vragen zijn, dan verneem ik die heel graag. Dank u wel, minister. We zullen dan overgaan naar minister Desai van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Alsjeblieft, minister. Dank u wel. Dames en heren, goedenavond, kijkers thuis. Ook een van harte goedenavond van mijn kant uit. Ik wil u heel graag informeren over enkele van onze projecten van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Planning. En een van ze is onze Green Development Strategy. Zoals u weet staat Suriname bekend als het meest beboste land ter wereld. We hebben 93% bos. Verder zijn we een van de drie carbon-negatieve landen in de wereld. En dat wil zeggen dat wij dus meer CO2 absorberen dan wij uitstoten. U weet ook dat heel binnenkort onze oil- en gassector zich gaat ontwikkelen. En ook een heleboel andere economische activiteiten die zijn gelinkt aan deze sector. Verder hebben we gezien dat er heel veel landbouwactiviteiten zullen gaan ontwikkelen om onze voedselvoorziening te garanderen. Er is ook de energiesector die wil uitbreiden met hydro-energie. De mijnbouwsector denkt weer aan mogelijkheid om bauxiet te gaan starten, bauxietproductie. Al deze economische activiteiten die hebben natuurlijk een impact op onze bos en ook onze CO2-uitstoot. Sowieso als de oil- en gassector start, gaan we iets meer uitstoten dan we nu uitstoten. En als er nu geen landgebruik en CO2-emissie uitstoot, als er geen beleid over deze twee gebieden wordt gemaakt, dan verliezen we de titels als meest beposte land en onze negatieve status. Wij zijn gestart met dit initiatief van onze Green Development Strategy en worden ondersteund door de UNDP en de UNEP. We zijn al gestart met de eerste consultatierondes waarbij we meetings hebben, stakeholders meetings, met de NGO's, de groene NGO's, met de verschillende sectoren, met de ministeries, om te kijken wat allemaal hun visie is
voor wat betreft de ontwikkeling binnen de verschillende sectoren die ik heb genoemd. We hebben ongeveer 10 sectoren gespot die heel snel kunnen ontwikkelen vanwege die oil en gas. En belangrijk is dus na te gaan wat de business as usual scenario zou zijn als je geen extra beleid op landgebruik en CO2-uitstoot zou doen. Als wij letten op de bescherming van onze bossen en als wij letten op onze CO2-uitstoot, zijn wij als land, hoe noem je dat, maken we eerder kans om klimaatfinanciering te krijgen. Dus al die zaken moeten worden afgewogen. Aan één kant zeggen we dat we willen ontwikkelen, maar aan de andere kant willen we onze milieu ook beschermen. Dus die balans moet gevonden worden. Het is de bedoeling dat we deze consultatieronde heel binnenkort dus verder voortzetten. We maken de analyses. We gaan uiteindelijk een land use strategie uitzetten. En we gaan ook kijken naar hoe we het best deze sectoren kunnen koppelen aan klimaatfinanciering. Dit is heel belangrijk omdat we onze hulpbronnen duurzaam moeten gebruiken. En we ons moeten houden aan het Parijsakkoord. Want dat is door 196 landen getekend. En we moeten ons daaraan houden. Het is de bedoeling dat we tegen september al beschikken over deze Green Development Strategy. Waardoor het heel makkelijk is om keuzes te maken als het gaat om het uitgeven van grond voor bepaalde investeerders. Want nu is er geen leidraad. Er zijn nog geen bestemmingsplannen. Er zijn nog geen structuurvisies. Dus deze strategie zal onze structuurvisie voeden, zodat we goede bestemmingsplannen kunnen maken. Dus dat is het eerste, Green Development Strategy. Het tweede heeft te maken met onze Green Beauty project. We maken deze top-down strategieën. Green Development Strategy is één. We hebben dus ook gewerkt aan onze nationale adaptatieplan in, hoe noem je dat? Dat te maken heeft met klimaatsverandering. We werken ook, of we hebben gewerkt aan een biodiversiteitsstrategie. Dus heel veel zaken op hoog niveau. Maar wat we ook willen doen is dat we het basismilieuprobleem ook willen oplossen in bepaalde buurten, in een bepaalde omgevingen. Want de kleine man die moet het beleid ook direct kunnen voelen. Een van de problemen die we willen aanpakken of aanpakken nu is dat van waste. Hoe men omgaat met vuil. Net als wat collega Noor Mohamed heeft gezegd. Dat van onderhoud is niet alleen maar een werk van de overheid, maar op primair niveau zou de burger ook moeten meehelpen. En hetzelfde geldt ook voor afval. Een van de belangrijke zaken waarop we letten is dat we de participatie van de burgers willen verhogen in het terrein van afvalmanagement. Ons Konidoti-project heeft al laten zien dat we per jaar, in de afgelopen 3 jaar, 50.000 kilo aan plastic alleen maar in één resort, en dat is resort Blauwgrond in Paramaribo Noord, apart hebben kunnen verwijderen en kunnen brengen naar de recycler. 50.000 kilo aan plastic is minder gegaan naar Ornamibo. Dus dat geeft al aan dat als de burger participeert in afvalmanagement, dat we het lichter kunnen maken voor het land. Wij gaan door met Konidoti. We hebben een samenwerking met openbare werken om te gaan naar een uitbreiding naar Wanica en andere gebieden in Paramaribo. De connectie met Green Beauty is ook, dus nu dat we kijken naar andere districten. We zijn bezig met Saramaka, buurt in Saramaka, in Nikeri, in Komowene en ook in Flora. Waar we de mensen ook leren om hun afval te scheiden. Maar we leren ze ook om te composteren. Dus de trainingen zijn al geschied. Een ander ding waarop we ook focussen, is die onzichtbare vervuiler. En dat is het gebruik van pesticiden bijvoorbeeld. Nogmaals, een van de grote veroorzakers van vervuiling. En die hebben dan natuurlijk effect op het milieu, zijn de economische activiteiten. De landbouw, zoals u weet, daar gebruiken we heel veel pesticiden. En het wordt nog steeds
op een onverantwoorde manier gebruikt. En dat willen we dus in kaart brengen in de verschillende gebieden. En we willen de mensen natuurlijk trainen hoe ze beter om moeten gaan met deze zaken. En het is een samenwerking met natuurlijk LVV en ook met collega VG, mijn VG. Maar we zijn dus nu in de fase waar wij nu onderzoek doen. We doen luchtkwaliteitsmetingen, bodemkwaliteitsmetingen en waterkwaliteitsmetingen. Om te zien hoe het is met de gesteldheid van de vervuiling in de gebieden. Het is de bedoeling dat de mensen bewust worden van het probleem. En dat we die participatie van hun verhogen. Want alleen zo kunnen we het beter doen. Een ander project is onze landinrichtingsstandaarden. De verschillende sectoren, zeker huisvesting. Daar is gebleken dat er niet echt standaarden zijn als het gaat om het ontwikkelen van woongebieden. Zoals u weet, als u een woongebied ontwikkelt, dan moet er een school zijn in de buurt. Moet er recreatiemogelijkheid zijn, moeten er polies zijn. En natuurlijk economische activiteit, zodat de mensen niet kilometers ver hoeven te gaan om naar het werk te gaan. Een jaar tot twee jaar geleden hebben we dus gekeken, afgestemd met de sectoren, als er standaarden zijn of niet. En is gebleken dat er geen standaarden zijn als het gaat om inrichting van de ruimte. En we zijn zover, we leggen de laatste hand op onze landinrichtingsstandaarden, waarbij we richtlijnen kunnen geven aan de verschillende sectoren. Hoeveel bijvoorbeeld een bepaald gebied, hoeveel huizen daar moeten zijn in vergelijking met recreatiemogelijkheid, scholen, polies, etc. Ook landbouwarealen. Als men een landbouwareaal wil ontwikkelen, hoe moet dat ingericht worden? Hoe staat het met de huisvesting? Hoe staat het met de infra, etc. Dus dat, daarmee zijn we binnenkort klaar. En het is de bedoeling dat we eerst gaan naar de verschillende ministeries en dit met hun delen, zodat dat wordt opgepakt. En als laatste hebben we een project gelauncht en dat is de Groene Overheid. De overheid is de grootste werkgever. De meeste werknemers zijn bij de overheid. Als het gaat om offices, kantoor, faciliteiten, kan het natuurlijk beter ingericht worden, zodat we onze hulpbronnen zoals energie en water, hoe moet je dat, beter kunnen omgaan ermee. Onze groene overheidshandboek heeft richtlijnen hoe we beter moeten omgaan met onze elektriciteit bij de verschillende faciliteiten van de overheid. Het is volledig met een checklist. Er is een systeem voorgesteld dat door elke ministerie kan worden opgepakt. Het gaat niet alleen maar om energie, het gaat ook om watergebruik. En vooral als het gaat om waste, hoe je beter omgaat met je afval bij de verschillende ministeries. Deze tips kunnen we ook toepassen bij ons thuis. En deze handboek is te downloaden op onze website en ook op onze social media pages. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel, minister. En zoals afgesproken zullen we overgaan naar de vragenronde. En er wordt wederom gevraagd dat de mediahuizen aangeven van waar ze zijn en kenbaar te stellen. En we zullen nu van start gaan met de eerste vragenronde, waarbij de mediahuizen in gelegenheid worden gesteld om twee vragen te stellen aan de ministers. Dank u wel. Mediahuis, alstublieft. Ja, beide vragen aan beide ministers een vraag. Minister, het nieuwe gebouw van volksgezondheid dat nu wordt gebouwd, hoeveel kost die en is het ook IDB die financiert? Aan de minister van ROM in dat landstandaardenprogramma. Zij is ook meegenomen apartments, want heel veel verkavelaars hebben het nou over appartementsrecht, zodat we om ruimte te besparen op elkaar kunnen wonen zoals in het buitenland. Is dat ook meegenomen in het plan? Dank u wel, minister. Wordt alles gelijk gedaan of één voor één? Sorry. Gewoon in één keer? Oké, is goed. Again, Sifra Goudland, ATV. Mijn eerste twee zijn voor meneer Ramadine en de volgende twee zijn voor minister Desai.
Minister Ramadien, iets over patiënten die richting Colombia gaan. Hoe staat het nu dan met de oncologieafdelingen van de verschillende ziekenhuizen van Suriname? Want u heeft vaker gesproken over beenden wegtrekken van niet alleen verpleegkundigen, maar ook artsen. Is dat een beetje getemperd? En zijn er nu wel voorbereidingen om kosten te drukken? Om te kijken wat we in-house alvast kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat de regering geld kan besparen. Om klanten, patiënten niet te sturen naar het buitenland. Dat is vraag 1. Tweede vraag. Als ik te snel praat, moet u me zeggen hoor. De tweede vraag is, u heeft het gehad over achtergehaalde prijzen in de gezondheidszorg. Dat snappen we. Bepaalde prijzen zijn een beetje ludicrous. Maar geldt dat ook hetzelfde voor medicatie? Want u weet, hetzelfde gaat ook om de klapper van het SZF. En heel wat mensen blijven nog steeds klagen dat ze voor een simpele paracetamol moeten betalen. Een simpele hoestdrank moeten betalen. Heeft het ministerie al een oplossing hiervoor bedacht? Want dat blijft nog steeds een heet hangijzer naast de achtergehaalde prijzen. Minister Desai, u heeft het over, Suriname is het groenste land ter wereld met 93% bos. Wanneer zullen wij als land daaraan kunnen verdienen? En bestaat de mogelijkheid nog om carbon credits te krijgen? Want anders heeft het ook geen zin als we onze bossen niet kunnen onderhouden zonder dat de rijke landen ervoor betalen. Dat is vraag 1. Zal er een interministeriële samenwerking komen tussen ROM en OE wanneer er op aankomt voor afvalscheiding? Want u had het over Konidoti en Krimbirti. Want nu daar overal onder water is, overgrootste deel wat je ziet zijn petflessen in de vele goten. Zal er dan samengewerkt worden vooral wanneer het gaat om mensen boetes te geven? En ja, zal er iets daaraan gedaan worden? Thank you. Ja, dank u wel. Laat me even aangeven, dus met betrekking tot de vraag van ATV. Met betrekking tot de oncologieafdeling. Kijk, de kankerzorg in Suriname is georganiseerd. We doen eigenlijk, kan je zeggen, de kankerbehandeling in Suriname is goed georganiseerd. En als je kijkt, dat we vanaf de diagnostiek weliswaar niet extensief en alles, maar ik bedoel de basisdiagnostiek is mogelijk in Suriname. Daar praat ik over labonderzoek, maar ook het PA-onderzoek, dus het pathologisch onderzoek is mogelijk. We hebben in Suriname een keten van kankerzorg in de vorm van chirurgische behandelingen. Dus we hebben kankerchirurgen die kunnen opereren, dat ook doen elke dag. We hebben chemotherapie mogelijkheden in Suriname, zeker in 2 ziekenhuizen, ACP en Diakonessen ziekenhuis, hospitaal. En we hebben ook bestralingsmogelijkheden. Dat zijn de 3 basisbehandelmogelijkheden bij kanker. Uiteraard zijn er ook allerlei moderne technologieën en ontwikkelingen gaande in de wereld waar wij nog niet aansluiten, maar in ieder geval moet ik zeggen dat in Suriname voor wat betreft de kankerzorg er een redelijke, naar Surinaamse standaarden, systeem is om op te vangen en te behandelen. Dan krijg je uiteraard een segment van personen die niet behandeld kunnen worden, althans niet voldoende opgevangen kunnen worden in ons bestaanssysteem. Dan praat ik over zeldzame situaties, zeldzame kankervormen of heel specifieke hersentumoren die hier niet verder gediagnosticeerd kunnen worden. Of bijvoorbeeld met het PA-onderzoek er geen duidelijke diagnose vastgesteld kan worden. En dat je uiteraard dan moet gaan refereren naar een speciaal daarvoor ingericht oncologisch centrum. Dat hoeft niet altijd een patiënt te zijn, maar het kan ook materiaal zijn welke weg moet voor verdere typering of zo. Dus ik moet zeggen, we hebben in Suriname een vrij goed georganiseerde oncologiezorg. Wat wel beter moet gaan worden, is dat wij gaan naar het centraliseren van die zorg. Ik heb het vaker gezegd, bij het brain drain, je krijgt het wegtrekken van het kader.
En uiteraard wordt het steeds moeilijker voor een ziekenhuis om de afdelingen met gespecialiseerd kader in stand te houden. Dus je zal ergens naar een nulmoment moeten gaan, een nulmeeting moeten doen van wat heb je allemaal aan beschikbaar kader, aan beschikbaar equipment, aan beschikbare technieken en hoe kunnen wij dat gaan centraliseren, laten we zeggen in één, maar ook misschien in twee ziekenhuizen. U weet dat het AZP PA-lab heeft, een behandelcentrum RTCS, ook chemo doet, maar we weten ook dat bijvoorbeeld in een diakonessenhospitaal er veelal oncologie ingrepen worden gedaan. Dus we zullen moeten gaan nadenken en de kankerdeskundigen die zijn een paar keer wel bij elkaar gekomen om hierover te brainstormen. We hebben ook een multidisciplinaire overlegcommissie, MDO-commissie, die ook hierover beter moet gaan nadenken en hoe we dit op basis van de huidige situatie dit moeten gaan instellen. Dus die groep die in principe dat segment dat dan eigenlijk niet in dit systeem behandeld kan worden, die moet je sowieso behandelen op een andere manier. En dan heb je dan die regeling. Maar u refereert ook naar een andere mogelijkheid van wat kunnen we in Suriname opbouwen, zodat we minder mensen en misschien voor een veel meer uit het budget kunnen doen. En dat doen we ook. We hebben de uit de Army LOF. Staat voor afbouwregeling medische uitzendingen. En dat LOF staat voor, niet voor LOF, maar voor LOF. Dat is lokale opbouw van voorzieningen. En lokale opbouw van voorzieningen, daar investeren we ook heel veel. U kent de missies die allemaal worden uitgevoerd vanuit het AZP, de niertransplantatiemissie, de neurochirurgische missie, de kinderhartmissies die we hebben gehad, de kinderurologische missie. Zo zijn er nog een paar missies die in de afgelopen periode zijn gedaan, en niet nu hoor, ik bedoel al jaren, hebben we de missies op basis van partnerschappen tussen ziekenhuizen. Dus vooral het AZP met de Nederlandse ziekenhuizen, Leiden en Groningen, die waren hier met de kinderhartmissie. En ik heb het voorbeeld gegeven, als je één kind moet wegsturen met een aangeboren hartafwijking, stel je moet een hartklep of een bepaalde operatie doen, dan kost het de staat, kost het ministerie van Volksgezondheid uit die Army LOF-regeling pakweg tussen de 30.000 en 40.000 euro. Dat is voor één kind. En dan kan het nog uitlopen, als er complicaties zijn, kan dat uiteraard nog hoger worden. Wij hebben dus met de lokale specialisten en de samenwerking met Leiden en Groningen meer dan 10 kinderen in de eerste missie kunnen behandelen voor een fractie van het totaal als je die zou wegsturen. Ja? Dus het is uiteraard logisch en vanzelfsprekend. Waarom? Die missie komt niet uit de lucht vallen. Er is een samenwerking die bestaat en er wordt heel veel offers gebracht van partijen om dit te doen voor onze Surinaamse kinderen. Zo wordt er bijvoorbeeld geen fee betaald voor de dokter. De dokter komt met zijn team en soms is het zelfs zo dat ook de missie ook verbruiksartikelen en middelen meeneemt om de mensen hier te behandelen. Overigens ook veel beter dat een persoon in zijn eigen omgeving geneest. En dat stimuleren we. Dus we zien het nut in. Dat is geen discussie. We zien het nut in dat je lokaal veel middelvoorziening moet gaan opbouwen. Omdat we ook kader hebben die steeds meer en meer wil doen. En we zien het ook in bijvoorbeeld de niertransplantatiemissie. Dat bij de eerste niertransplantatiemissie er totaal geen weet was. Misschien wel een beetje. Maar nu, in de derde missie, hebben we gezien dat onze verpleegkundigen, chirurgen, artsen heel vlot kunnen meelopen en zelfs ook mee opereren. Dus je ziet het en we blijven investeren. En ik ben een groot voorstander als minister om de lokale voorzieningen nog verder op te bouwen. Vandaar mijn oproep ook naar de ziekenhuizen altijd. Geef ons op tijd aan welke missies je plant. Zodat we dat kunnen uitzetten in de begroting. Geef precies aan wat je nodig hebt. En ik ben zeker staatsolie dankbaar die in meerdere missies ook heeft geparticipeerd als er zijn donormiddelen beschikbaar te kunnen stellen of in te komen. Maar ook het ministerie van Financiën die soms vanuit hun eigen begroting inspringen om de missie toch door te laten gaan. Tijdige beschikbaarheid van middelen, van financiële middelen, is wel cruciaal voor het succes van missies. Dus ik ben helemaal mee eens dat wij de lokale voorzieningen verder moeten gaan opbouwen. Voor wat betreft brain drain, ja, helaas merk je nog steeds dat er een trek is van personeel, zeker gespecialiseerd personeel. Dat is niet te stoppen met alle inspanningen die we plegen. We hebben bijvoorbeeld nu gezien dat de brain drain toelage
en de koopkrachtversterking nog voor 6 maanden verder zijn gecontinueerd. Dat gaat gewoon door. Die voorzieningen zijn in place en daar wordt ook aan gewerkt. Ik heb me voorgenomen en de komende periode, zeker in juli, van start te gaan met werksessies in de ziekenhuizen. Dus de minister zal de ziekenhuizen bezoeken waarbij ik eigenlijk audiëntie kan geven aan personen, aan werkers, om mij te komen vertellen in alle vrijheid wat precies knelt, wat speelt. Is het alleen financiële, zijn het alleen financiële redenen dat mensen vertrekken of ontevreden zijn? Dus ik breng een bezoek aan alle ziekenhuizen en ik trek daar zeker 3-4 weken voor uit, zodat ik in het veld met de mensen gaan oriënteren nadat alles wat we hebben gedaan, na de COVID-periode, na al die inspanningen van aanpassingen van toelagen, et cetera, wat we nog verder moeten gaan doen samen. Dus dat is een van de acties die gepland staan voor de komende periode. Met betrekking tot SZF, dat is een vrij complexe situatie voor wat betreft medicatie, inderdaad. We weten dat er bijbetalingen zijn, er zijn ook gesprekken geweest met de Vereniging van Apothekers en het SZF. Zeker afgelopen maand hebben we meerdere malen gesproken. En ik kan meedelen dat u weet, we werken met de NGK. Dat is de Nationale Geneesmiddelenklapper. En conform de wet moet ook de middelen die voorkomen op de NGK ook vergoed worden door de verzekeraar. We hebben echter een situatie waarbij tarieven van medicatie reeds lang achterhaald zijn. Vandaar dat inderdaad je op bepaalde momenten hebt dat bepaalde apotheken importeren en tegen de kostprijs of de prijs verkopen die hoger ligt dan de prijs die vergoed wordt. En dan de patiënt in een situatie komt waarbij die moet gaan betalen en dan kan die misschien een deel gerestitueerd krijgen of volledig gerestitueerd krijgen. We willen daar een einde aan brengen. Precies zoals we hebben gedaan met de cataractbehandelingen in AZP die bijbetaald moesten worden. Daar is er een overeenkomst in april voor gesloten. En daar betaalt niemand meer bij. Ik roep de samenleving nogmaals op. Als u moet bijbetalen, laat u ons dat weten. Want we hebben hard gewerkt aan het tot stand komen van een afsprakenovereenkomst. We horen hier en daar nog dat er in elk geval pogingen zijn dat mensen toch nog moeten bijbetalen. Dus ik roep de samenleving hierbij op dat wij dat zullen onderzoeken als dat zo is. Dus laat u ons weten. Laat SZF weten. Laat Volksgezondheid weten. Maar voor wat betreft de medicatie, moet ik zeggen dat de lijst is ongeveer iets van 400 middelen op de NGK. En ik heb vernomen van partijen dat er iets aanpassing is gegeven voor 100 middelen. En het traject gaande is om dat in een versneld tempo te werken aan de actualisering van de tarieven van medicijnen vanuit de NGK-klapper. Dus dat gaat lopen. En ook voor de salven, dat zijn de magistralen zoals we dat kennen. Ook daar heb ik gevraagd om wat meer haast te zetten bij de actualisering van de tarieven. Het is voor ons ook niet fijn om te weten dat personen uit hoofden van een verzekering moeten bijbetalen. Ook wij als ministers hebben wij dat soms, dat we moeten bijbetalen. Maar ook wij zijn het slachtoffer en iedereen is het slachtoffer als tarieven niet tijdig worden geactualiseerd. We geven dat toe. Dat inderdaad, ik heb het ook in de presentatie gezegd in DNA, dat tarieven zijn aangepast in 2021 voor het laatst. Tarieven van medicatie zijn misschien achterhaald, nog langer niet aangepast. Maar we hebben die ontwikkeling gezien, de fluctuaties van koersen gezien, de prijzen zijn gestegen. En we hebben nu een jaar, langer dan een jaar, als ik het goed heb, een vrij stabiele koers en een vrij stabiele economie, waarmee we dus nu wel een beetje kunnen gaan praten over wat zal eigenlijk de richtprijs, wat zullen de richttarieven in de zorg moeten zijn. Dus ik kan u gerust meedelen dat wij in ieder geval op het spoor zijn om de tarieven verder te actualiseren. De vraag van meneer Gompers, René. Het budget is dit project, dit kan ik even toelichten. Dit project is er een lening aangegaan bij de IDB in 2018. Dus voor onze periode, dat was het plan. Alleen is het jammer dat bij het aantreden van mij er bitter weinig gedaan was aan het project, terwijl de lening liep. En er zijn ook vragen gesteld, frappant genoeg, vanuit de oppositie, waarom we investeren in een project van 12 miljoen Amerikaanse dollar. Die lening is gesloten voor 12 miljoen Amerikaanse dollar. Het was een lening voor een aantal componenten, de bouw van het ministerie van Volksgezondheid en BOG, chronic care model en nog een component.
de digitalisering van de gezondheidszorg. Dat waren de componenten. En wij hebben gezegd, we betalen die lening. We betalen die lening uit. En wij hebben in 2020 het initiatief genomen om het project eigenlijk te tillen naar waar we nu staan. Omdat ook de IDB van mening was dat het zonde is dat je een lening neemt en er niets mee doet. Ook natuurlijk is niet logisch. Dus we hebben het opgetrokken naar een hoog prioriteit op onze agenda. En we hebben binnen 2 jaren eigenlijk goedkeuring gehad. En zijn we kunnen gaan naar de formele bouw. En dat staat er nu. En we gaan dat blijven doorzetten. Maar het budget, laten we zeggen, voor de financiering is in totaal 12 miljoen Amerikaanse dollar. En dat geldt voor beide gebouwen, dus zowel volksgezondheid als BOG. Ja. Dank u wel, minister Ramadine. Zou ik nu het woord kunnen geven aan minister Desai? Alsjeblieft, minister. Ja, dank u. Op de vraag van Star News, ten aanzien van het van appartementen, als we daarmee rekening hebben gehouden. Voor zover ik weet is de appartementenwet nog in behandeling en nog niet aangenomen. Het document is dynamisch. We hebben voor nu rekening gehouden met gewoon de traditionele woning. En dat is dus wat wij dus voorschrijven in onze standaard, dus dat je daarmee rekening moet houden. Op het moment dat die wet is aangenomen, kunnen we die aanpassing doen. Dus dat is ten aanzien van uw vraag. Ten aanzien van de vraag van carbon credits, wanneer kunnen we als land verdienen? Carbon credits heeft u dus in 2 vormen. U heeft dus carbon credits die u kunt verdienen op basis van CO2-reducties. Dus als u heeft kunnen aantonen dat u met een project of met een activiteit CO2-uitstoot heeft kunnen reduceren, zou u dus kunnen verdienen uit carbon credits. Of als u standing forest heeft, gewoon bos, zoals wij het hebben, en u kan laten zien dat ze zoveel ton absorberen, kunt u daaruit verdienen. Volgens de compliance market is het nog niet zo ver. Er zijn landen die vanuit het laatste aspect al hebben kunnen cashen, maar dat is de voluntary market, dat is de vrije markt. Wij hebben als regering gezegd, we gaan ons focussen op de verplichte markt en dat heeft te maken met het Parijsakkoord. Het belangrijke wat u moet weten van het Parijsakkoord is dat we tegen 2050 als wereld, elk land moet carbon neutraal worden. Dus er zijn 3 landen die carbon negatief zijn, Suriname, Panama en Bhutan. De andere landen zijn allemaal neutraal of positief. En dan moeten we heel voorzichtig zijn, want op een gegeven moment als we verkopen aan de voluntary market, moeten we tegen een bepaalde tijd dan weer kopen, omdat al onze andere sectoren ook gaan uitstoten. Dus we zijn dit is ook een deel van die strategie die ik heb genoemd. Het moet volgens een bepaalde strategie. Wij hebben wel in de afgelopen periode carbon credits kunnen produceren uit de bosbouwsector vanwege reducties. We hebben credits kunnen ontwikkelen die zijn geproduceerd vanaf 2016. Tussen 2016 en 2020 hebben we ongeveer 14 miljoen credits kunnen ontwikkelen en die zijn geaccrediteerd laatst pas bij de UNFCCC. En daarnaast hebben we vanaf 2020 tot en met 2021 5 miljoen credits kunnen produceren. En die zijn ook geaccrediteerd. En die laatste 5 miljoen is wel heel belangrijk, omdat dat gekenmerkt kunnen worden als ITMO's. Een ITMO staat voor International Transferable Mitigation Outcome. Dat wil zeggen dat wij, als we dit hebben, dit kunnen transferen naar een ander land die dit wil gebruiken voor hun, carbon status. Dit is nieuw, omdat het Parijsakkoord niet lang geleden is gekomen met deze artikelen die dit allemaal reguleert. Er is een belangrijke artikel 6 die dit reguleert. Voor wat betreft de reducties is het al rond. Wij zullen binnenkort, we hebben... We hebben het geaccrediteerd
En de volgende stap is het om het te zetten in onze National Registry. Dat is net als een soort rekening die elk land heeft. En vanuit zo'n rekening kan je dan, hoe noem je dat, transferen naar een rekening van een ander land. Dus dat is pas opgezet. Dus waarop we dus nu wachten is dat stukje. En dan kunnen we dan gaan op de markt. We zijn al bezig zo'n beetje te praten. We gaan voor de hoogste bieder op een gegeven moment. Dat van Standing Forest, we wachten op het Parijsakkoord, dus artikel 6, om te zeggen van oké, vanaf nu kunnen we daaruit verdienen. Per jaar absorberen we 20 miljoen ton CO2. Dus op het moment dat we, vanuit het Parijsakkoord die regulering kunnen hebben, dan kunnen we daar ook uit verdienen. Belangrijk is dat we dus heel voorzichtig moeten omgaan met wat we nu hebben en niet zomaar naar de voluntary market moeten gaan. Want de voluntary market die heeft een lagere prijs. En die, als je daar verkoopt, heeft dat invloed op jouw carbon status. En die willen onze negatieve status willen niet verliezen. Dus dat is even een update met betrekking tot hoe ver we staan met carbon credits. Op uw vraag van de samenwerking tussen OE. Als het gaat om plastic, dan is het niet alleen maar dat OE komt bekijken. Ook SOT. We hebben al een track uitgestippeld om single-use plastic uit te faseren. En dat is in samenwerking met SOT. We zijn ook gestart met het traject om statiegeld te introduceren voor petflessen. Vandaag hebben we in de regeringsraad gekeken naar een mogelijkheid om dat te combineren met suikerhoudende producten die meestal in deze petflessen zitten. Eentje zorgt voor milieuvervuiling en eentje zorgt voor uw vergiftiging van uw lichaam. Want als u te veel suiker gebruikt, dan heeft dat negatieve effecten voor de gezondheid. Maar in elk geval, we zijn bezig daarmee. Het ministerie van ROM zit meer in beleidsvorming en de ministeries SOT en OE zitten in de uitvoering. Dus die samenwerking is er. Daarnet heb je gezegd dat we bezig zijn met openbare werken om te kijken naar die uitbreiding van Konidoti. En de uitvoeringen samen met openbare werken, zeker. Dank u wel, minister. We hebben nog enkele mediahuizen en ze mogen snel hun vragen stellen. Okay. En alsjeblieft heel kort, want die microfoons gaan uit. Dan mogen ze deze gebruiken. Dank u wel. Goedenavond, Amanda Pales, Key News. Voor de minister van Volksgezondheid. Minister, u had, ik denk een aantal RRV-persconferenties geleden, heeft u dus aangegeven dus dat u zit te kijken naar andere verdienmodellen voor de ziekenhuizen. U heeft een aantal modellen aangehaald. Hoe staat het daarmee? Heeft u een update daarover? Momenteel is er geen directie of nog steeds geen directie aangewezen voor de RGD, omdat er dus directie op non-actief is gesteld. Hoe staat het met het onderzoek en zijn jullie reeds op zoek naar een nieuw kandidaat om de RGD eigenlijk... Inderdaad, wat betreft HIV, we merken dat er een stijging is van het aantal HIV-gevallen. Zeker als we kijken naar de jongere groep tussen... Als het goed is, 16 en 50 jaar, of 45 jaar. U hebt een aantal dingen genoemd. Ik kijk niet vaak naar tv, maar ik heb heel toevallig op één avond zeker 3 spotjes gezien als het gaat om HIV. Ik was ook een beetje verrast, moet ik zeggen, want je hoorde geluiden en ik kreeg zelf niet de gelegenheid om altijd alles te volgen, maar... Het zijn spotjes die op de televisie worden afgedraaid. Dat is 1. Dat is misschien niet voldoende, zou je zeggen. Maar ik zou zeggen, van we zijn wel bezig. Vanuit Stichting Lobby bijvoorbeeld. Is het PrEP-project, het pilotproject voor PrEP. Ik weet niet of u weet wat PrEP is. PrEP is natuurlijk de profilactische... even kijken waar voor de naam precies staat. Het PrEP is post-exposure profilaxe. Ja, pre-exposure profilaxe. Dat betekent dat wij met doelgroepen werken. PrEP is dus een methode om voor de seksuele handeling in principe profylaxe in te nemen, zodat het risico op een HIV-besmetting afneemt. Maar dat kan niet gewoon
automatisch gegeven worden aan personen. Mensen dachten van je kan het even bij de discotheek halen of ergens in het nachtleven, in het uitgaansleven. Er is een protocol aangekoppeld. Er wordt voornamelijk gericht op twee belangrijke doelgroepen. Dat zijn mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers. Die twee groepen zijn sowieso de target groups die je onder controle moet hebben, want daar is die verspreiding het grootst. Dus de Stichting Lobby heeft in de afgelopen maanden een pilotproject gedraaid. De resultaten daarvan zijn inmiddels ook al bekend. Het ging om een groep van 50 personen. En we gaan binnenkort samen met Stichting Lobby een uitgebreide persconferentie houden over de resultaten van dit onderzoek en de vervolgstappen. Want uit die analyse blijkt ook dat er ook een toename is, een zorgwekkende toename is van het aantal geslachtsziekten. Dus SOAS, los van HIV, zijn er ook SOAS, STD's, die aan het toenemen zijn. Dus we moeten ons voorbereiden op een grote campagne die we moeten gaan voeren om voorlichting met betrekking tot, maar niet alleen voorlichting, ook diagnostiek opsporen. Want dat is het. Testen is eigenlijk daar de behandeling. Want als je weet dat je getest bent en die persoon is positief, dan moet je echt gaan behandelen. Als je niet test en mensen komen niet testen, dan zal je ook proactief moeten gaan op dat vlak. Met betrekking tot condooms kan ik ook meedelen. Een beetje een voorschot op die persconferentie is dat wij ook met Stichting Lobby bezig zijn te kijken hoe we in samenwerking ook met Volksgezondheid weer kunnen overgaan tot het kosteloos beschikbaar hebben van condooms. Want die zijn er op dit moment bij Stichting Lobby voor 3,50 SRD, 3 SRD 50 cent. Dat schijnt toch een drempel te zijn. Dan kijken we naar de mogelijkheid om dat te doen onder bepaalde criteria en voorwaarden. Dus HIV heeft onze nodige aandacht. Wat betreft wellness zal ik heel weinig over zeggen. Er is een onderzoek geweest. Er is een interventie geweest ook van het Openbaar Ministerie. Inmiddels zijn we op het traject gekomen. We hebben nog meer klinieken aangedaan. U hebt dat ook gemerkt. We hebben invallen gepleegd op diverse plekken van waar de informatie komt. Ik roep de samenleving nog steeds op om ons informatie te geven over mogelijke klinieken waar er medische ingrepen plaatsvinden onder de norm van beauty. Ik ben blij dat u die vraag hier gesteld hebt en niet met de camera in het ziekenhuis bent gaan lopen. Want ik wil dat wel benadrukken dat dit een privacy schending is van alle mensen werkzaam en opgenomen in het ziekenhuis. Ik voor dat geval dat niet bekend is bij journalisten en mediahuizen. Het is internationaal aanvaard en gangbaar dat we niet in een ziekenhuis en vooral op binnen een complex van een ziekenhuis met een camera, vooral live ook niet, zonder toestemming van de leiding van het ziekenhuis rondlopen. Het zijn internationale privacynormen die we daarmee kunnen schaden. Gezichten van patiënten, situaties van patiënten die daar liggen, of personeel. Ik ben blij, meneer Van Zunweb, dat u die vraag hier hebt gesteld en dat u niet in het ziekenhuis gaat lopen zonder toestemming met een camera. Dus een boodschap naar degenen die dat hebben gedaan. Bij Marwina ziekenhuis hebben we nu een managementwisseling. Er is een managementwisseling gaande. De directeur van het ziekenhuis heeft het functie neergelegd en we zijn nu bezig om een managementwisseling te plegen. Het bestuur van het ziekenhuis is onder leiding van de heer Herman Jinti, directeur van het medische zending. Die is op dit moment ook belast met die coördinatie als het gaat om het management. Verder de uitdaging als het gaat om salaris en toelagen, die zijn er. Maar we werken samen met het ministerie van Financiën om die middelen tijdig beschikbaar te hebben. Laat mij aangeven, veel mensen weten het niet. Het ziekenhuis is nooit geoperationaliseerd. Voor het geval mensen denken dat het ziekenhuis daar staat en het operationeel is. Wij zijn met de AFD, u weet, het ziekenhuis is gebouwd in 2018-19 met de financiering van de AFD, de Franse ontwikkelingsbank. En we hadden een hele periode een stilstand vanwege de schuldonderhandelingen met Paris Club. De minister van Financiën heeft vorig jaar juni de herschikking met Paris Club getroffen. En daarmee is dus de weg voor de verdere financiering van het ziekenhuis en de verdere operationalisering geopend. We hebben daar gewerkt 6 maanden aan een project om het operationaliseringsproces van het ziekenhuis op te starten. Dat document is ook gepresenteerd en we zijn nu in het traject met de AFD om die operationalisering die in 5 fases zal plaatsvinden te doen. Mensen die in dat gebied wonen moeten niet denken dat de regering hun vergeten is. We hebben daar de RGD bij Albina en op Wonoridjo.
Bij Wonderregio worden nieuwe polie opgeleverd in augustus dit jaar. De mensen moeten, wanneer ze ziek zijn, waar je ook bent, ook in Paramaribo, Wanika en Nikeri, moet je, als je ziek bent, waar moet je terecht? Als eerst bij je huisarts. Als het een spoedsituatie is, dan pas ga je naar een ziekenhuis, bijvoorbeeld bij de SCH hier of in een ander ziekenhuis, of nadat een arts je verwezen naar een ziekenhuis. Dus ik wil wel aangeven dat de medische voorzieningen aanwezig zijn in het oosten van ons land. We zijn dus wel op trek, on trek, om het ziekenhuis te operationaliseren. En het gaat niet allemaal van een leien dakje. Oké, dus ik wil dat even daarmee volstaan bij Marwina. Maar het eerste wat wel gaat gebeuren daar is dat we de SCH daar gaan operationaliseren. Dus dat is het eerste van dingen. En dan de laatste vraag. Radio 10. Regen- en wateroverlast. Ja, we hebben internationaal zien we ook een toename van het aantal dengue-gevallen, regionaal. Dat heeft de PAHO, de CDC, ook gemeld aan ons. We zijn ons daar bewust van. Wij hebben een surveillance appgroep met de ziekenhuizen, waarbij wij wekelijks, dat coördineert de directeur van Volksgezondheid, waarbij we vanuit de laboratoria van de verschillende ziekenhuizen navraag doen naar het aantal gevallen van dengue. En op dit moment kan ik wel nog gerust zijn en zeggen van, we zien niet dat er een stijging is van het aantal personen in het ziekenhuis. Let wel, zo monitoren we het eigenlijk, want in het ziekenhuis krijg je die gecompliceerde gevallen. Maar dat neemt niet weg dat ik de samenleving blijf adviseren. Ondanks wateroverlast, zorg ervoor dat uw omgeving altijd schoon is. Want dengue is niets anders dan dat we kunnen voorkomen als wij de broedplaatsen elimineren. En ja, stilstaand water zal je hebben, maar we hopen dat het weer ook meewerkt, dat er een vlotte stroom is van het water. Maar de dengue mosquito houdt van schoon water. Broedplaatsen moet u zoveel mogelijk elimineren. En als het mogelijk is, niet alleen u, maar ook uw buren, want de mosquito vliegt meer dan 100 meter. Dus ook al hebt u uw omgeving schoon, help buurman ook. Precies zoals mijn collega van Rom bezig is, ondersteunt het ministerie ook deze projecten op allerlei manieren. Maar vanuit de milieuinspectie, en er zijn genoeg voorlichtingsfilmpjes die ook ter beschikking zijn. Dus op dit moment nog geen, nog niet, maar we blijven natuurlijk een vinger op de pols houden. Dank u wel. Dank u wel, minister Volksgezondheid. Ik zou dan nu vragen aan minister Dasai. Oké, ten aanzien van de vraag van Key News. Nieuwbouw is altijd makkelijker dan restaureren. Daar mik ik op dus dat deze landinrichtingsstandaarden wel makkelijk toe te passen zijn voor nieuwe projecten. Dus als iemand komt bij openbare werken en heeft als doel om een nieuw woonproject op te zetten, dan kunnen deze standaarden direct gebruikt worden. Als het gaat om bestaande projecten is het natuurlijk afhankelijk van wat is de huidige bestemming en wat zou de nieuwe bestemming moeten zijn. Dus deze landinrichtingsstandaarden staan niet los van de bestemmingsplannen die moeten komen. Maar die bestemmingsplannen die zijn afhankelijk van de structuurplannen. Dus een structuurplan is dus een groter blok waar we op een gegeven moment moeten zeggen, oké, de visie voor Paramaribo Noord is dit. Alleen huizen, geen economische activiteiten. Als er economische activiteiten zijn, wat voor economische activiteiten, et cetera, et cetera. Dus het is een ongoing proces waarbij we dus nu klaar zijn met de landinrichtingsstandaarden. We werken nog steeds aan de structuurplannen en uiteindelijk bestemmingsplannen. En een bestemmingsplan is op detailniveau waarbij we bijvoorbeeld kunnen zeggen dat in Paramaribo Noord zo'n blok een bepaalde economische activiteit zoals een monteurzaak niet mag voorkomen. Dus we zijn nog niet zo ver. Maar als we op dat punt komen, dan moet er natuurlijk worden geordend. En dat gaat gepaard met vergunningenbeleid. Dat moet worden aangepast. Een vergunning als een economische activiteit op een gegeven moment niet meer mag in een bepaald gebied, dan wordt de vergunning niet meer verlengd of niet meer verleend. Dus dat zal op zo'n manier aangepakt worden. Ten aanzien van dat van een klimaatsverandering, dan moet u even weten dat die klimaatsverandering nog gaande is. In de wereld komen de verschillende landen bij elkaar aan het eind van het jaar bij de COP. En dan is het aspect
verhoging van de temperatuur nog steeds gaande. Het heeft nog geen stop. Belangrijk is dat we streven naar een maximale verhoging van 1,5 graden boven pre-industrieel niveau. Maar het is nog gaande. In de afgelopen 20 jaren merken we dat die temperatuurstijging steeds verder en sneller gaat. Daarom is gezegd dat we tegen 2050 carboneutraal kunnen zijn, zodat we in feite die emissies, die uitstoten, al een beetje onder controle hebben. Nu kan ik zeggen dat volgens de laatste data er nog heel veel uitstoot is. En als er nog heel veel CO2-uitstoot is in de wereld, kunnen we nog niet zeggen van oké, die regens die nu komen, of die dreugde die er nu is, dat is hem, het gaat niet veranderen. Op het moment dat u nog steeds, dus als je nog steeds CO2-afstoot hebt, dan kunnen we geen prognoses maken. Het is heel moeilijk wanneer het wel of niet zal regenen, hoe die regen zal zijn en hoe de droogte zal zijn. Dus het is nu moeilijk om nieuwe regenperiodes te bepalen en droge periodes. Dus dat is een challenge. Niet alleen voor Suriname, ook voor landen als Nederland en Amerika, waar je dus dat niet meer telt, dat tegen zo'n tijd het sneeuwt of niet sneeuwt. Als land kan ik wel zeggen, als Suriname hebben wij een NAP, dat is een Nationaal Adaptatieplan, waar we als land plannen hebben om ons aan te passen aan klimaatsverandering met bepaalde projecten, early warning systems, onze infrastructuur moet worden aangepast, etcetera. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van klimaatsfinanciering. We hebben als ministerie getracht om te kijken, niet alleen maar naar carbon credits, dat is maar een deel van het geheel. Er zijn ook funding. Green Climate Fund is één. We hebben ze gevraagd om ons te helpen met een strategie. We hebben al readiness projecten op gang gebracht, waar we enkele miljoenen hebben gehad om ons ready te maken om de iets grotere bedragen te krijgen voor de verschillende sectoren. Ten aanzien van oceanen. Op het gebied van oceanen zijn we natuurlijk nog in het proces om beleid te maken. We zijn samen met WWF bezig om een coastal biodiversity preserving policy te maken. U weet, ik heb het daarnet genoemd, oil and gas zal plaatsvinden in onze coastal zone. En daarmee moeten we dus, daarover moeten we heel goed beleid maken. We willen niet dat op een gegeven moment pollution hebben daar. Dus dat moeten we duurzaam ontwikkelen. Dus dat is in de making, het beleid daarover. Ten aanzien van de prijs van carbon credits. De prijs van een carbon credit in Europa is 100 US. De prijs in Amerika is 80 US ongeveer. Dat is de laatste data. Die van China is volgens mij een 60 US. In zulke landen, als ze carbon credits produceren, en dan heb ik het over reductieprojecten, ik heb het dus niet over standing forest, dan heb je dus een hoger prijskaartje om carbon credits te produceren. Maar het probleem van die landen is dat het gesloten markten zijn. Het zijn juist deze landen, deze rijke landen, die nog niet kopen van de ontwikkelde landen. Dus bij elke COP zijn we bezig te onderhandelen en ze te zeggen van dat systeem moet werken zodanig dat deze landen credits kopen van de ontwikkelingslanden die de credits goedkoper kunnen produceren. De voluntary market price is nu tussen de 5 en 10 US dollar en die dropt steeds omdat die compliance market steeds aan het ontwikkelen is. En wij maken op een prijs van tussen de 20 en 30 US omdat het een nieuwe markt is, de compliance markt. Dus dat is het antwoord op uw vraag. Dank u wel, ministers. En hierbij zijn we aan het eind gekomen van deze persconferentie.